Op donderdag 20 december 2018 is de ID-kaartenwet aangenomen in de Nationale Assemblée DNA. Daarover praten wij met de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, de heer André Misikaba. Meneer André Misikaba, van harte welkom. Dank u wel. Meneer Misikaba, kunt u ons vertellen wat de algemene voorwaarden zijn om een wet aan te nemen en hoe het allemaal gegaan is met deze specifieke wet? Hoe nemen we een wet aan? Wat is de procedure? Er zijn namelijk twee manieren hoe een wet de Nationale Assemblée bereikt, waarbij de Nationale Assemblée daarna dan via bij de wet voorgeschreven wijze de wet behandelt. De eerste manier is dat de regering een wet stuurt naar de Nationale Assemblée. Zoals u weet heeft de regering een algemeen beleid en de verschillende departementen, de verschillende ministeries, die zijn verantwoordelijk voor deelgebieden van dat algemeen beleid. En ter ordening van die samenleving van de maatschappij zijn er nu en dan wetten nodig. Dus een bepaald departement die een bepaald gebied van dat overheidsbeleid wil ordenen, dan wel, misschien moet er een aanpassing komen, stuurt dan een wet naar de Nationale Assemblée. Wanneer de wet de Assemblée heeft bereikt, dan moet er een commissie van rapporteurs worden ingesteld en dan gaat het proces verder. De tweede wijze is dat de grondwet ons aangeeft dat elk DNA-lid een initiatiefvoorstel mag indienen. En dan over het algemeen zijn het meerdere DNA-leden dan die bundelen en die vinden, hey, dit is iets wat we moeten regelen. Laten we een wet daarover schrijven, dan wel laten schrijven. En wanneer dat initiatiefvoorstel is ingediend, dan moet er ook een commissie van rapporteurs worden ingediend. De commissie van rapporteurs is niets anders dan een onderzoekscommissie die de wet moet voorbereiden, zodanig dat hij behandeld kan worden plenair door de Nationale Assemblée. Zoals wij dat hebben gevolgd, meneer Misikaba, dan is de behandeling voor deze wet niet heel makkelijk gegaan. Zou u dat zo'n beetje kunnen omschrijven, hoe het proces van behandeling is geweest? Ja, dus nadat we die wet hebben gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat zaken die te maken hebben met identiteit, legitimatie, die behoren tot het gebied, overheidsgebied van Binnenlandse Zaken. De minister heeft die wet gestuurd naar de Nationale Assemblée. En zoals ons reglement van orde voorschrijft, dan moet er een commissie van rapporteurs worden ingesteld. Vanwege het specifiek karakter van deze wet is ervoor gekozen om die normale grootte van de commissie dat aan te passen. Want normaal hebben we een commissie van 7 leden. Vanwege het speciaal karakter, identiteit is een belangrijk onderdeel binnen ons bestel. Maar vooral ook vanwege het feit dat vanaf het prilbegin vanuit de oppositie allerlei dingen werden gezegd. Bijvoorbeeld zo stelden ze, we willen een nieuwe ID-kaart maken omdat we de verkiezingen willen beïnvloeden. Om dat soort dingen direct te tackelen hebben we gezegd, laten we een commissie maken waar alle fracties van de Nationale Assemblée erin vertegenwoordigd zijn. En we hebben dus een commissie van 13 leden. Dus in plaats van 7, 13 leden. En alle fracties, alle oppositiefracties, alle fracties van de coalitie waren vertegenwoordigd in de commissie. Zodat de mensen, de verschillende fracties, dus via hun vertegenwoordiger in die commissie, direct konden weten wat er aan de hand was. Voor zorgde maar ook dat alles is transparant, we hebben niets te verbergen hier. En die commissie is aan het werk gegaan. We hebben verschillende actoren gehoord. We hebben het ministerie gehoord en daarna zijn we naar het veld geweest om te kijken naar de voorbereidingen die getroffen zijn door de overheid op dit stuk, op dit moment. We hebben zo gesproken ook met de buitenlanders die hier zijn, die ondersteunen bij het project, enzovoort enzovoort. Dus we hebben niets aan het toeval overgelaten. De commissie heeft heel breed gekeken naar wat er precies aan de hand is en een van de zaken die werd gesteld, een relatie brengen tussen die ID-kaart en de verkiezingen, is gelijk van de tafel geveegd nadat we naar het veld zijn geweest. Ja, en zo hebben we systematisch alle zaken die werden gesteld, omdat nogmaals, het is een normale wet, een ID-kaart
moet je van tijd tot tijd weer naar kijken, eventueel aanpassen. En je zou voor elk gewenst moment dat de overheid zou kiezen om het te doen, zou je iets kunnen zeggen. Ja? En dus wij hebben kunnen aantonen, het heeft niets te maken met verkiezingen, die toevallig om de bocht zijn, maar de voorbereidingen om hier te belanden zijn vanaf 2011 begonnen. Nu zijn we op dit punt om inderdaad de zaak te behandelen. Tijdens de behandeling, meneer Misikaba, is er heel veel gesproken over het bedrag waarmee dit project gepaard gaat. Zou dat misschien goedkoper gekund hebben? Laat me zeggen dat het goed is dat we een strikte scheiding maken tussen aan de ene kant het maken van de wet en de uitvoering van het project die te maken heeft met de wet uiteindelijk. En waarom is die scheiding belangrijk? Omdat men constant tijdens de behandeling, zeker vanuit de oppositie, constant die twee dingen door elkaar gebracht. De wet is de wet. De wet noemt geen enkel bedrijf. De wet geeft aan dat we een nieuwe ID-kaart maken die digitale mogelijkheden heeft, elektronische mogelijkheden heeft, om een aantal dingen te doen dan wat we tot nu toe kunnen doen met, ik noem het een homemade kaart. Het heeft natuurlijk ons tot op een bepaald moment gebracht, maar het was fraudegevoelig. Allerlei problemen hebben burgers gehad met deze kaart. Dus dat is één. En twee, een keuze van een bedrijf, dat is iets van de uitvoerende macht, dat is iets dat de regering doet. En men heeft gekozen voor een servicebedrijf. En laat me aan de samenleving vertellen dat Servië op het stuk van ICT een van de toonaangevende landen is in Europa. Daarover hoeft geen twijfel te bestaan. Je kunt zo googelen en je krijgt eigenlijk de Oost-Europese landen zijn heel sterk op dat stuk. Vooral als het gaat om biometrische kaarten. Ja, ja, het is heel sterk. Servië heeft enkele jaren terug ook met succes, uiteindelijk met succes, want natuurlijk hebben ze een heleboel kinderziektes gehad, uiteindelijk met succes een moderne ID-kaart in hun land geïntroduceerd. En dan heb je dan inderdaad het stukje van het bedrijf. Ik zei reeds dat er voor een servicebedrijf is gekozen. En de oppositie had een heleboel dingen vanaf dat het bedrijf corrupt is. En dat het bedrijf corruptie heeft gepleegd in Botswana. Dat het bedrijf ons wil hacken. Dat het bedrijf allerlei dingen. Alles is systematisch beantwoord en van de baan geveegd door de overheid. De kwestie van de bedragen, als zou het te duur zijn en er zijn een heleboel, ik noem het stemmenmakerij, want tot op dit moment, na een paar dagen na de behandeling, hebben we nog niet een kwart A4 gezien met een voorstel van de oppositie waarbij ze op papier zwart op wit aantonen dat het goedkoper kon. Ja toch, want men heeft een heleboel, ja, kan goedkoper en bla bla bla, Schiphol heeft. Wij hebben simpel gevraagd, kan. En ik bedoel, als je het meent met het land, als je serieus bent, dan wil ik echt meegaan met je wanneer je hebt kunnen aantonen dat het goedkoper kan voor dezelfde kwaliteit of hoger. We wachten nog steeds op hun kwart A4, hebben we niet gezien. Op een gegeven moment heeft de regering aan ons verteld, er is bepaalde informatie die ik niet in die open kan geven, omdat er wat afspraken zijn met de bedrijven. Op dat niveau zijn er soms non-disclosure arrangementen die je aanneemt, waarbij je afspreekt met bedrijven dat je hun informatie niet publiekelijk stelt. De regering is zo ver gegaan, er is feedback gehouden met de bedrijven. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om in een comité-generaal te gaan. En ik kan natuurlijk niet vertellen hier wat daar in comité-generaal is besproken. De conclusie is wel, ja, in comité-generaal heeft de regering alle informatie van iedereen die een offerte heeft ingeleverd. Naam, toenaam, bedragen, de verschillende onderdelen die men zou leveren. En de conclusie is 1, dat het servicebedrijf waarmee de regering in zee is gegaan, dat die way back het goedkoopste is. 2, dat het bedrijf, nee, dat verschillende bedrijven, want dat werd door de oppositie gezegd, de regering heeft gewoon een bedrijf gekozen, is niet waar. Er zijn verschillende bedrijven uitgenodigd om hun offerte aan te bieden.
Daarna is er een selectie geweest waarbij er 3 bedrijven zijn overgebleven. Vanuit die 3 is uiteindelijk Flatacom, servicebedrijf, het werd gegund met alle arrangementen die erbij zijn. We konden ook vergelijken wat het servicebedrijf levert, wat de andere bedrijven leveren. Dus het was open, in comité-generaal was alles open. Nogmaals, ik kan niet inhoudelijk gaan. En zowel oppositie als coalitie kon daar kijken en zich overtuigen dat de regering wel de juiste procedure, comptabel gezien, heeft gevolgd bij deze. En terugkomend op uw vraag, het is tot nu toe niet gebleken dat we goedkoper konden. In elk geval, van iedereen die heeft aangeboden, was dit bedrijf het goedkoopst. Waarom is het voor Suriname zo belangrijk geweest dat wij overstappen van een normale ID-kaart naar een biometrische ID-kaart? Laat me iets teruggaan in tijd. In 2000 waren we al op dit punt waarbij de toenmalige regering ook een project had geïnitieerd om een nieuwe ID-kaart te introduceren, ook met digitale mogelijkheden. Dezelfde protesten die wij de afgelopen periode hebben gehoord, toevallig dezelfde oppositie toen, ja, van het is te duur en waarom hebben we een andere ID-kaart nodig, allerlei dingen. En de toenmalige president in 2000 heeft gezegd, want men heeft toen ook aangegeven, omdat de verkiezingen naderen, willen jullie een nieuwe ID-kaart maken om de verkiezingen te beïnvloeden. En de toenmalige president heeft toen gezegd, ik wil niet dat er een smet komt op de verkiezingen, dus ik ga niet doorgaan met het project. Er was heel veel geld al geïnvesteerd, kaarten gekocht, printers gekocht, enzovoort. Net als nu, hoe er al randvoorwaardelijk wat arrangementen zijn gepleegd, was dat ook het geval. En men heeft toen het project gestopt. En precies 18 jaar later zijn we weer op dit punt. En waren wij niet stone-headed, dan was hetzelfde gebeurd dat de prijs zouden moeten staken. En wat wij dus hebben gezien is dat die kaart die we nu hebben, na 2000 de regering die aankwam, dus New Front regering, heeft toen een eigen project gedaan. Want die regering ervoor, regering Weidebos, had geen wet gemaakt. Dus die regering die kwam, heeft naar eigen inzicht, er was geen wet die richtlijnen gaf, dat ding gemaakt. En was het project, het oorspronkelijk project, zou komen op een gemiddelde prijs van 3 US per kaart. Toen New Front dat uitvoerde na 2000, was het ongeveer 8 US per kaart. Ja, houdt u dat vast. Die kaart bleek amateuristisch te zijn, homemade, zo noem ik het, fraudegevoelig. En ik ga u zeggen, als u praat met CBB en de leiding van CBB, dan zijn er zoveel gevallen te noemen waarbij mensen hun gronden hebben verloren en andere onroerende goederen vanwege de fraudegevoeligheid van die kaart. Dus, en bovendien was het ook zo dat omdat je geen biometrische gegevens had op de huidige kaart die we nog steeds hebben, kon je dan niet onomstotelijk vaststellen altijd dat het om die persoon gaat. En internationaal lopen we vreselijk achter wat dat betreft. Dus het was nodig om een nieuwe kaart te maken. En deze kaart heeft meer dan 50 beveiligingsitems. Deze kaart kan onomstotelijk vaststellen dat de houder inderdaad degene is, omdat je die vingerafdruk is internationaal aanvaard als eigenlijk bijna een vervalsing. Ja. Daarnaast zijn er verschillende andere features op die kaart waarbij je onomstotelijk kan vaststellen dat het de persoon gaat. Daarnaast hebben we gezegd, wanneer je investeert in een nieuwe kaart, neem mee de ICT-mogelijkheden van vandaag en zorg ervoor dat je een gegevensdrager in die kaart hebt, een chip, waarbij in tijd al die paperassen die we steeds moeten gaan halen bij CBB, uittreksel, nationaliteitsverklaring en dat soort dingen, dat al die dingen op die kaart geplaatst kunnen worden. Waardoor in tijd, ja, als je ergens gaat,
naar EBS en EBS heeft een nationaliteitsverklaring of een uittreksel nodig. Dan kan je gewoon met je kaart dat aantonen. Geboorteactes, al die dingen, familieboek. In tijd kunnen we al die dingen plaatsen op die kaart. Ik bedoel, waarom zouden we deze geweldige ontwikkeling, Surinamers weerhouden van deze geweldige ontwikkeling? Dus dat is die noodzaak van de kaart. Eén, om die fraudegevoeligheid eruit te halen. Om ervoor te zorgen dat je de identiteit van iemand onomstotelijk kan vaststellen. En ten derde, ervoor zorgen dat in tijd je in die kaart al de dingen hebt die je normaal, stel nogmaals, elke keer moet je naar CBB gaan enzovoort, dat het in tijd niet meer hoeft, dat je gewoon met je kaart alles kan doen. Dat is een hele uiteenzetting dat u heeft gegeven. Als we even naar de gemeenschap luisteren, dan horen we toch vanaf het begin en tot nu toe veel over de kosten. Hoe de kosten betaald gaat worden, want we horen ook dat er geen lening daarvoor is genomen of zo. Dus hoe worden de kosten betaald en wat zou de volgende stap moeten zijn? Per wanneer zou men kunnen beschikken over deze nieuwe ID-kaart? Laten we beginnen bij het laatste. In de wet is aangegeven dat in 3 jaar tijd alle oude kaarten, de huidige kaarten, uitrolatie moeten zijn. En dat iedereen in 3 jaar tijd de nieuwe kaart moet hebben. Ja? Dus, en laat me dan gelijk die koppeling maken met de verkiezingen. Als ik zeg in 3 jaar tijd, dat betekent we leven dan in 1920, 2021. Dus tot en met 2021 hebben mensen de gelegenheid om die nieuwe ID-kaart te maken. Dat betekent dus, if je abi oru ID-kaart, op 25 mei 2020 iemand stemt naar een oro ID-kaart. Dus dan halen we dat gelijk uit de wereld. Mensen die zeggen, ja, men wil frommelen, is niet waar. Ja? In 3 jaar tijd. De regering zal dan de informatie geven, de voorlichting en aangeven per wanneer de mensen kunnen gaan. En de kwestie van het terugbetalen. In het begin heeft de oppositie gezegd, ja, de regering neemt ons zoveelste lening met 5% rente. Gewoon walee. Het is geen lening, het is een betalingsregeling die is getroffen met het servicebedrijf. Dat is ook een van de voordelen van het servicebedrijf ten opzichte van de andere bedrijven, want bij de andere was het inderdaad wel een lening. Het servicebedrijf heeft aangegeven dat we de zaak in 4 jaar terug kunnen betalen in kavels zonder rente. Ja, het is een betalingsregeling, het is geen rente. Dus de gemeenschap hoeft zich geen zorgen te maken over de te betalen kosten. Bovendien is het zo dat het project zichzelf in tijd terug gaat verdienen. Omdat alleen voor de eerste ID-kaart die iemand maakt, je niet betaalt. Ja? Maar voor alle andere, of je ID-kaart aan lassie, of het is beschadigd. Of mensen die voor een tweede ID-kaart in aanmerking komen. Je gaat moeten betalen voor al die zaken. Dus alleen voor de eerste betaal je niet. Dus in tijd gaat het project zichzelf terugverdienen. Bovendien, het bedrag dat wordt genoemd, 9,71 miljoen US dollars. En een van de oppositieleden heeft toen een berekening gemaakt. Ik denk dat we iets van 600.000 kaarten krijgen. Ik weet niet meer of 800.000. 100.000 goede. Maar heeft toen het bedrag gezet tegenover de kaarten. En heeft toen aangegeven. Ja, 11 US dollar per kaart is te duur. Maar dat is misleiding, omdat natuurlijk het project bestaat niet alleen uit die kaarten. Het bestaat ook uit die computers, uit de randapparatuur, uit de localiteiten. We zijn geweest naar de localiteiten. Printing house met alle backup faciliteiten van Elektra. Het is een hele project. Ook de units die naar het binnenland moeten. Enzovoort, enzovoort. Dus het is een totaal project. Het is niet alleen die kaarten die worden gefinancierd uit die 9,71 miljoen US, maar het totaal project. Dus als je uiteindelijk die berekening zou maken, dan zou je komen op iets van tussen 6 en 7 US dollar per kaart. In elk geval is dat veel goedkoper dan die 8 US dollar toen van Newfront. Nou, meneer Misikaba, mag ik u heel hartelijk dankzeggen voor dit gesprek en voor uw brede uitleg. Ik denk dat de mensen nu het beter zullen begrijpen, nu u toch het heel mooi heeft uitgelegd en heel breedvoerig heeft uitgelegd van hoe dat allemaal in elkaar zit. Dank u wel. Graag gedaan.